Hallo, ik ben Wietse Schieren, meester boulanger. Hier werkt ze bij Koopmansmeel en we gaan vandaag oranjekoek maken. Het recept is als volgt. We nemen bloem, boter, bastardsuiker, anijs, bakpoeder, oranjesnippers en water. Als we deeg hebben gemaakt, gaan we het uitrollen en dan doen we er nog een keer amandelspeesters. De deeg is klaar. Mooi rechthoekig stuk maken van in de koeling. Zo. Okay. Gaan we deze nu uitrollen. Het kan op verschillende diktes, maar de gemiddelde uitroldikte is 2,5 à 3 mm. Moet je bloem voor plakken. Netjes op een bakplaat, licht gesmeerd. Het tollige deeg snijden we af. Zo, deel 1 klaar. Nu gaan we de spijs erop smeren. De spijs is afgeslapt met een klein beetje water. Zo hebben we mooi overal evenveel. Dan gaat de tweede laag deeg erop. Luchtbellen eruit en nu gaan we hem even strijken met half ei, half water. Dan gaat hij de oven in. 25 minuten. Hij is gaar. En nu gaan we het mooie roze laagje erop doen. En hoe doen we dat? We pakken fondant. Een beetje levensmiddelenkleurstof. Een paar drupjes erin. Die gaan we even verwarmen. Mooi dunne fondant. Komt er ook niet een dikke laag op. Oké, nu gaan we hem verdelen. Mooie stukjes. We gaan hem afmaken met crème. Dat doen we met twee kleuren, dus de witte crème en dan maken we ook een roze crème. Klein beetje kleurstof. Kijk eens, zo maak je oranjekoek.